Dag, goedenavond, meneer de president. Meneer de burgemeester. En mevrouw de burgemeester. Hi, was je niet aan het horen? Dat dacht je. Ik wil even laten zien, ik hallo, welkom. Ik zei net al dadelijk, komt hij de bestoren. Ik zeg de bestoren al heel snel. Ik zeg, heb ik een nieuwe deken aan de put? Ja, dat heb ik. Ik heb nog geen oranje show. Colleges en net zoveel gemeenteraden voorgezeten. En dat heb je volgens mij met veel verven gedaan. Al waren ze natuurlijk niet altijd met de voorzitter eens. Maar ja goed, daar heb je ook een gemeenteraad voor. En dat zal misschien in het college ook wel zo zijn, maar daar ben ik nooit bij geweest. Dus we hebben hier te maken volgens mij met een vooruitstrevende gemeente. Met pioniersgeest. En dat hebben we gewoon ook met name de laatste jaren denk ik wel bewezen. En vandaar ook dat wij altijd onze burgemeester hier graag ontvangen hebben. En hij heeft meerdere malen gezegd, kleine kernen, dat is mijn core business. En dat hoorden wij hem natuurlijk graag zeggen. Hè? Want dat betekent misschien dat er wel ergens wel wat centjes los te peuteren zijn als je zoiets zegt. We hebben vaak jou, maar ook Betsy, in ons midden gehad. Want je bent vaak samen. Met hele grote dingen, maar ook met kleine dingen. Pas nog een keer hadden we de gemeente Alphen hier op bezoek. Geelse Rijen, sorry, ik zeg het verkeerd. Maar een paar dagen van tevoren bellen met de secretaresse. En ja, we zullen wel even kijken of die ergens een gaatje heeft. Maar als hij dan toch enigszins ergens de ruimte heeft, dan komt hij zijn collega's even toch welkom heten, een handje schudden. En ook even een stukje PR doen. Want dat kent hij wel, hè? Hij kan PR doen. Dat doet hij goed, zeggen wij dan. Samen denk ik dat we veel bereikt hebben. Als dorpsoverleg hebben wij vooral ook van de gemeente, maar ook van jou, de ruimte gekregen en het vertrouwen. En dat heeft denk ik zijn vruchten afgeworpen. Dat kun je zien aan dit gebouw, maar dat kun je als je gewoon door heel Elsendorp fietst of wandelt, kun je dat gewoon zien. Ja, wij zijn mensen, wij zijn pioniers, we struipen de mouwen op, zeggen wij dan hier. En we gaan er gewoon ver. En die ruimte die hebben wij ook dankzij jou en ook vaak het college gekregen. Jan van Maasakkers is 24 uur per dag, 7 dagen in de week burgemeester. Hij is er eentje die altijd tussen de mensen staat. Dat is altijd zo geweest. Of je ziet hem samen met Betsy fietsen door zijn gemeente. Dus hij heeft er volgens mij vele kilometertjes op zitten.
En als het even kan, is ook Betsy bij of bij een receptie. Maar hij is er ook om soms samen het verdriet te delen. Ook dan is onze burgemeester aanwezig. En ja, het mag rustig gezegd worden. Hij is ook soms wel een beetje eigenwijs. Maar goed, ik denk dat hij een goede eigenschap is, want die van Donkers hebben dat ook. Binnenkort moet je je ambtsketen inleveren en word je een gewone burger van Gemert-Bakel. Ik denk dat de laatste, of misschien wel ja, de een na laatste, dat weet ik niet precies, officiële bezoek is volgens mij afgelopen vrijdag de receptie geweest van het jubileum van 50 jaar KBO hier in Elsendorp. En ik hoorde je zeggen in je woordje, hier zitten een hele hoop aspirantleden voor jullie club in de zaal. En hoe verder ze naar achteren in de zaal staan, hoe meer aspiranten ze zijn. Laat dan nou net het bestuur van het dorpsoverleg staan, dat had jij niet in de gaten volgens mij. Over. Maar in ieder geval, wij zijn heel erg blij met wat er de laatste jaren hier is gebeurd. Tot slot hebben wij even teruggekeken in die 21 jaar. Een van de eerste of de eerste officiële bijeenkomst die erbij woonde, dat was gewoon ja, officiële bijeenkomst. Dat was volgens mij een bonte avond, 21 jaar geleden, hier bij Havenkort. En toen hadden we nog een Panty Pietje. Ik weet niet of jij dat nog weet, burgemeester, maar toen hadden we een Panty Pietje. En die had een luchtballon. En die wilde niet oplaten op het Ridderplein. En toen mocht jij instappen. En toen hadden we toevallig westenwind. Dus toen vloog jij met Panty Pietje over Elsendorp. En daar zullen we nou eens even naar kijken. Gemeenschap heeft ook hier financieel een grote bijdrage aan geleverd. Met de vernieuwing van het dorpsplein ontving Elsendorp van de provincie Noord-Brabant het predicaat Kern met Pit. Een bloeiend verenigingsleven kan zich alleen ontwikkelen als er veel vrijwilligers zijn. Vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen voor het welzijn van de dorpsgemeenschap. Vooral de laatste jaren zijn er een aantal inwoners van Elsendorp voor hun inzet koninklijk onderscheiden. Een verdienste waar we best eens bij stil mogen staan. Prachtig film. De Elsendorpse vlag.
75 jaar jong. Een ondernemend volk. De barst van het enthousiasme van maatschappelijke betrokkenheid en ook naar elkaar. Ben ik uit huis gegaan? Daar waren ik in 26. En ik zeg dat het niet meer van die mens die deugd niet. En dan ben ik twee rozen op één kussen. Dat kan dat jongen kunnen gaan, want daar zit de nieuwe kussen. Maar moeder, hoe kan je dan zoiets zeggen? Je kent heel die zeer. Hoe kan hij anders zeggen dat meisje niet deugt? Ik zeg het dan één keer. Twee gewonden op één gezond. Dat is nou uw vrouw. Als voorzitter in jou, de commissie, die erin geslaagd is om dit 75 jaar te bestaan, niet alleen voor Elsendorp, maar voor heel veel mensen buiten, niet alleen Nederland, maar Europa en de wereld, die teruggekomen zijn om dit met elkaar te vieren. En die hebben allemaal in al die plekjes, hier in Elsendorp, maar ook daarbuiten, hebben ze het gevoel van, daar hebben toch een beetje onze wortels gelegen en die hebben daar samen iets moois van gemaakt. Ik zou het graag willen meest voor dat je de mannen wil nemen, maar ze maar de wijken mee aan. Ik wil beginnen om jullie allemaal van harte geluk te wensen. Want het... Laat ze maar de wijken mee gaan. Ik wil beginnen om jullie allemaal van harte geluk te wensen. Want het is dan wel voetbalvereniging Elsendorp. Maar zoals uw voorzitter net al vertelde, als er zich zoveel mensen bij betrokken weten. In die afgelopen 40 jaar. Maar ook tot en met vandaag. Dan mag de naam eigenlijk ook al veranderd worden in Elsendorp United. De nieuwe naam van het nieuwe gebouw. En ja, ik hoop dat jullie in ieder geval ook het mooi vinden. Wij vonden het in ieder geval een team toch wel mooi. En het zal altijd even wennen zijn met de nieuwe naam, maar we vonden het lekker in onze tong. En, ik wil het openen. Naar voren treedt als symbool van wie heeft zich onderscheiden. En dat is in dit geval, ja, namens de Wagense gemeenschap, is dat jullie eigen dorp. Dat is het symbool van. Binnen het vakgebied.
Met name op het onderdeel Varkens, waar jij ook, nadat je al een hele praktijk hebt gedaan, weer terugging en de wetenschap wilde dienen en daarop promoveren. Het dorp dat dit jaar de dorpsvernieuwingsprijs wint, heeft in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Dit dorp is uit van bijzonder veel visie. Het is in staat geweest om alle kennis, vaardigheden en deskundigheid van de dorpbewoners te mobiliseren en zo zelf een plan te maken en uit te voeren. Dit plan is integraal en veelomvattend. De dorpbewoners hebben taken overgenomen van de gemeente overheid, bijvoorbeeld bij het voorbereiden en maken van ruimtelijke plannen. Ze deden dit niet omdat de gemeente er een groep, omdat het dorp dit het beste leek en zo zelf de regie kon voeren. De dorpen zijn geslaagd om anderen in de plannen mee te krijgen en enthousiast te maken, niet in de laatste plaats de gemeente en de provincie. Met zijn daadkracht en zijn ondernemerschap is dit dorp een voorbeeld voor anderen in Nederland en daarbuiten. De winnaar van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2007 is Elsendorp. Inmiddels hebben we ook de toezegging binnen vanuit Brussel dat we dus ons uitwisselingsproject met Cent en Tauvers kunnen uit gaan werken. Het Eugenius Euro project. En dus daar hebben we ook heel veel zin in. Dat duurt 2,5 jaar. En daar gaan kinderen van de groep 7 en 8, maar ook ouderen gaan mee. En dus in september, tussen 20 en 25 september, dan wordt daar de volgende dorpsvernieuwer van Europa bekendgemaakt. En dan mogen dan de kinderen van groep 7 en 8 een heel belangrijke rol in spelen. Dus dat komt mooi. Mevrouw, burgemeester is hij 21 jaar van Gemert geweest en vanaf 1997 van Gemert-Bakel. Langzittende burgemeester ooit. Zonder Betsy had onze burgemeester dat nooit zo goed kunnen doen. De C is van CDA en van compliment. De CDA is de politieke partij van onze burgemeester. Een compliment verdient u wel voor de manier waarop u zoveel jaren burgemeester bent geweest. De D is van Dompelaar. Ons prachtige gebouw waar alle Elsendorpers erg trots op zijn. En waar we met z'n allen veel gebruik van maken. Ook wij vertoeven hier veel, ook buiten schooltijd. Onder andere als we oefenen met de dansmarietjes, naar de hobbyclub gaan, zo's hebben er wanneer er activiteiten georganiseerd worden die te maken hebben met de kerk. De E is van Elsendorp, het mooiste dorp van gemeente Gemert-Bakel. Dat kon je wel zien aan de dorpsvernieuwingsprijs die we gewonnen hadden. En waar u ook heel trots op was. Wij van groep 7-8 mogen regelmatig mensen rondleiden die komen kijken en luisteren hoe wij het hier in Elsendorp hebben gedaan. De F is van filmen, wat er veel is gedaan als u aanwezig was, waar wij ook waren. Bij activiteiten rondom Sinterklaas, Kerstmarkt, Koninginnedag,
opening van een nieuwe school en de uitreiking van het lokaal compliment waarbij wij als Beep Kids 1000 euro ontvingen. De G is van Gregoriaan Sankor en gemeenteraad. Het Gregoriaan Sankor, waarnaar u elke week waarschijnlijk naar de repetitie gaat, maar ook van de gemeenteraad, die elke week bij elkaar komen om met u te praten over belangrijke zaken binnen de gemeente. De haas van hijsen van de vlag met Koninginnedag. Elk jaar gingen we in een van de dorpen de vlag hijsen en de opening van alle activiteiten doen. Ook bij ons in Elsendorp bent u zelf enkele keren geweest om de vlag te hijsen op het schoolplein. En als u zelf niet kwam, stuurde u iemand namens u van de gemeenteraad. De I is van Iveschool en identificeren. Onze school, de Meester Iveschool, is supermoderne luxe school waar wij als leerlingen het erg naar onze zin hebben, maar helaas nog maar een paar weken van mogen genieten. Voor een paspoort of identiteitskaart moet je naar het gemeentehuis. Iedereen moet zich kunnen identificeren met een paspoort of identiteitskaart. In Nederland en in het buitenland. Wij ook, als we in september met school naar Italië gaan. De J is van jeugdbibliothecaris, wat wij in samenwerking met de gemeente mochten worden en waarmee we met de Beep Kids de vrijwilligersprijs wonnen, waar we super blij mee waren. De K is van kinderen en kleinkinderen, waar u straks wat meer tijd voor heeft en meer van kunt gaan genieten samen met uw vrouw Betsy. De L is van lintjesregen, die u elk jaar met Koninginnedag aan mensen uitreikte in de gemeente Gemert-Bakel, ook bij ons in Elsendorp, aan diegenen die veel voor de gemeenschap hebben betekend. De M is van muziek, die we met de blazersklas groep 7-8 spelen op onze instrumenten en waar we wekelijks van mogen genieten. Samen met de gemeente, kunstlokaal en verschillende scholen is de afspraak gemaakt om dat de komende jaren voor te zetten. Met de blazersklas hebben we al verschillende optredens gehad op onze school en in ons dorp. En we mochten zelfs optreden bij het kunstlokaal toen er getekend moest worden door de mensen die ervoor gezorgd hebben dat we een muziekles krijgen op school. De N is van natuur en van veel nadenken. Natuur, dat is er in de gemeente Gemert-Bakel volop, waar we tijdens het fietsen en wandelen erg van geniet hebben we gelezen. Nadenken zult u wel heel veel moeten doen om alles te kunnen regelen in de gemeente. De O is van openingen en ontvangsten. Dat doet u graag en veel. U was ook aanwezig bij de opening van onze nieuwe brede school. Iedereen is welkom op het gemeentehuis. Kinderen, ouderen en zelfs de koningin komen op bezoek. Wij zelf zijn helaas vanuit school nog nooit op het gemeentehuis geweest. Het B is van politie, waar we veel mee te maken heeft en van papieren geld. Samen met de politie zorgt u voor onze veiligheid. Veel geld zal er nodig zijn om veel dingen te organiseren en realiseren binnen een gemeente. De Q is van Q-koorts, waar u veel mee te maken heeft gehad. Zelfs de koningin bracht hierdoor een bezoek aan gemeente Gemert-Bakel. De R is van regionale brandweer. Als er gevaar is, zorgt u samen met de brandweer ervoor dat alles weer goed wordt opgelost. De brandweer komt ook wel eens op school bij een ontruimingsoefening die we 2 keer per jaar hebben. De S is van sportief en zand en touwvers. Sportief, dat bent u zeker, met onder andere tennissen en fietsen hebben we gelezen. Vorig jaar deed u zelfs mee met de wielerronde Ster Electro Tour in Gemert. Zand en touwvers, daar gaan wij heen met groep 7-8 in september. Ook namens de gemeente gaan er mensen mee. De T is van tennisbaan en toerisme. Tegen de Dompelaar aan ligt de tennisbaan die door veel Elsendorpers gebruikt wordt. Ook wij zijn lid, net als veel andere kinderen. Fijn dat we deze hebben in Elsendorp. Toeristen zijn er in de zomer meer op de naturistencamping in Elsendorp dat er mensen hier wonen. Verder moet je voor het toerisme meer buiten Elsendorp zijn. De U is van uitzwaaien en Uganda. Uitzwaaien wat u vandaag doet in Elsendorp, waarvoor u veel betekend heeft. En van Uganda, waar gemeente Gemert-Bakel mee samenwerkt, om het afval in een aantal dorpen in Uganda goed op te ruimen en compost ervan te maken. De V is van veiligheid en voetbalveld. U probeert ervoor te zorgen dat wij ons veilig in onze gemeente en in Elsendorp voelen en dat we veilig over fietspaden naar school in Gemert kunnen fietsen. Ook de voetbalvelden liggen naast de Dompelaar. De vereniging heeft ook veel kinderen die lid zijn
en wij mogen een gedeelte van het voetbalveld vaak gebruiken om op te spelen tijdens de opvang. Fijn dat ze er zijn. De W is van wonen. Door onze mooie nieuwbouwwijk in Elsendorf kunnen we weer meer mensen in Elsendorf komen wonen. En als het goed is, is er weer meer kinderen genieten van onze mooie school. De X is van de Romeinse team. Zoveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn er pas ontdekt en opgeruimd in Bakel. Dit was voor u vast wel spannend. De Y is van IJsbaan, die elk jaar in Gemert met het Winterpleinfestijn voor veel ijspret zorgt. En waar wij als school ook elk jaar een keer naartoe mochten. De Z is van zalig en rusten en genieten. Dit gaat u nadat u 21 jaar burgemeester bent geweest in onze gemeente zeker doen. Samen met uw vrouw Betsy en uw kinderen en kleinkinderen. Dankjewel. De burgemeester, dat was het alfabet. En dat hebben we nog meer, we hebben nog meer op papier. Deze dames die hebben inderdaad enorm zijn best gedaan, maar ook nog veel meer inwoners vanuit Elsendorp hebben zijn best gedaan. Een anekdote, een verhaaltje, noem maar op. Ik wil graag jou Jan en ook Betsy even hier naar voren hebben. We hebben, denken wij, een prachtig cadeau. Dat hebben we allemaal in boekvorm samengevat. En dan kun je rustig een keer doorlezen van al die inwoners. Heel veel hebben dus een bijdrage geleverd aan dit prachtige boek waar ik je nu al overhandig. Hier Frans, Frans Meunemel. En Johan Kossen, dat was na de onderscheiding. Prachtig, hè? Ja, dat wil ik gewoon rustig bekijken. Ja, precies. Dat vind ik mooi. Mensen, hartstikke bedankt. Geweldig. Leuk hoor! Thank you.
Voor jullie geldt ook trouwens.
Toen ik vanavond kwam ik terug uit BNW en de vergadering met burgemeester en wethouders, toen thuis vlug eten, een uur aan de telefoon, want u debatteren moet nog dit en raadslid moet nog dat. En toen in één keer in de auto, werd netjes gereden, wat een luxe, hebben die collega's van hele grote gemeentes normaal, hè? Maar die luxe kreeg ik nou ook. En dan in één keer denk je van ik ga gewoon naar een dorpsvergadering. En dan denk je, ja, nee, dat is toch niet zo, Betsy, zegt ze dan. Dus het is afscheid. Dus dat is omschakelen, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Jullie zijn de eerste. En dat is de ontwenningskuur, zal ik maar zeggen. Hè? Maar de meeste, ik heb altijd gezegd van, ik heb gezien dat er heel veel mensen voor dat examen zijn geslaagd. Dus dat zal ons ook wel lukken. Want ik zeg ons, want Betsy dacht al dat ze met pensioen was. Maar die neemt eigenlijk ook weer opnieuw afscheid, want die was er toch regelmatig bij. En toen ik die filmbeelden zag, en ik zag ook het prachtige alfabet, dan komen heel snel die dossiers weer even terug, hè, van die ontwikkelingen. En wat ik dan toch wel een rode draad zie, als je de ontwikkelingen van Elsendorp ziet, van even de tijd van degenen die nu nog allemaal erbij zijn. De fase, zou ik zeggen, Paul van Gulik, Frans Meulemeesters en nu weer de nieuwe voorzitters, Willy. Dan zie je eigenlijk elke keer een geweldig vernieuwingsproces, waarbij de basisvoorzieningen er zijn, maar dat je dat op een heel andere manier kunt beleven, aangepast aan de tijd. En waarin wel één klein gemeenschappelijk is, en dat is toch van dat Elsendorpen gewend zijn om hun eigen initiatief te nemen. Inderdaad, ondernemend zijn en dat de gemeente geleerd heeft om dat vertrouwen te geven en eigenlijk dan inderdaad, wat ik ook eerder heb gezegd, faciliterend te zijn om eigenlijk de samenleving te laten zich ontwikkelen. En ik vind daar dat Elsendorp dat buitengewoon goed doet. Nou is het natuurlijk zo, als je deze filmbeelden ziet en een boek, dan hebben ze de mooiste stukjes eruit gehaald. Dat heb ik ook nog wel door, want ik kom af en toe ook wel naar hier voor andere dossiers. Ja. Ik wil niet weten of hier alles hittebestendig is, om er eens eentje te noemen. Maar zo heeft alles zijn ups en downs. Maar als je dat ziet, dan is er toch ontzettend veel bereikt. En dat is gewoon gekomen door jullie onderling het vertrouwen te geven en de kansen en van de gemeente uit. En ik ben er echt van overtuigd dat doordat je het samen doet, als ik ook naar de dorpsvernieuwingsprijs krijg en ik geef mensen een hand die daar eigenlijk dat allemaal met elkaar samen hebben gemaakt, dan hebben bijvoorbeeld haar jeugdleden ontzettend veel doorgeleerd. Want de ene die moest in één keer artikelen schrijven, de andere die moest zorgen dat er geld binnenkwam, de derde die moest een feestavond organiseren, de vierde, zo. Allemaal hebben ze nieuwe taken mogen ontwikkelen, waarvan ik er zeker ben dat ze die in hun beroep vervolgens ook weer hebben geleerd. Ik viel mij op overigens dat ik toch regelmatig met een wijzertje zat. Kijk, dat zit zo in elkaar. Dus ik denk, ja, dat weten ze zelf ook wel. Maar ja, dat, zo werkt het toch wel een beetje. Ik vond ook wel prachtig dat we hebben uitbundig gevierd de 1000ste inwoner. En we hadden het nog maar net gevierd. En vervolgens ging het weer 100.000. Ja, weet u nog? Dan is het toch wel mooi als ik nou hier kom, dat het dan 1085 is, hè? En dat ligt alleen maar aan de ouders. Hè? Want we hebben hier commissies gehad en die wilden bereiken dat er een groei was, weet u nog? Nou, die hebben helemaal niks gedaan, want de ouders hebben dat gedaan. Maar die hebben het wel goed gedaan, hè? Nou, zo ja, vond ik toch wel mooi om dat te merken en dat zou je best nog een keer mogen vieren. Ik vind het ook heel leuk dat jullie ook nu vanavond weer de jeugd dat alfabet hebben laten opschrijven en vertellen. Want dat geeft ook aan hoe zij zich betrokken weten. En al die verhalen van mensen die zeggen van ja, er is meer afstandelijkheid. Ik ben ervan overtuigd wanneer je dit een beetje goed aanpakt, dat die afstand tussen die burger en die overheid, dat dat best mee zal vallen. Als je er maar voor zorgt dat de overheid eigenlijk ook in personen zichtbaar wordt. Dat het niet ze is, maar we zijn.
dan realiseer je dat met elkaar een heleboel, zoals ik dat ook afgelopen weekend weer bij het feest van de pastoor merkte van de kerk. En zo gebeuren er eigenlijk tal van activiteiten die je met elkaar doormaakt. Basis is dus vertrouwen en ik ben jullie, wij zijn jullie ontzettend dankbaar voor het vertrouwen. Goed zo, dat jullie het vertrouwen aan ons hebben gegeven, want dat is de basis van waaruit je kunt functioneren. Daar hebben jullie voor gezorgd, wil ik jullie voor bedanken. En een mooie afscheid is het niet. En voor de rest blijf ik hier nog wel eens regelmatig doorfietsen, dus ik hou er toch wel bij. Dank u wel. Nee.